De Autoriteit Financiële Markten, AFM, heeft twee bestuurlijke boetes opgelegd aan ABN AMRO Bank en ABN AMRO Clearing Bank. Het gaat om respectievelijk 400.000 en 500.000 euro punten boetes zijn opgelegd omdat de banken transacties niet tijdig aan toezichthouder JAFM hebben gemeld. Dat is een overtreding. Een wetsartikel op het financieel toezicht verplicht beleggingsondernemingen die transacties verrichten om de gegevens daarover te melden aan DAFM. Dit moet zo spoedig mogelijk gebeuren, maar uiterlijk aan het einde van de volgende werkdag. DAFM gebruikt de gerapporteerde transacties om marktmisbruik op te sporen en op die manier de eerlijke en efficiënte werking van kapitaalmarkten te bevorderen, zodat beleggers hierop kunnen vertrouwen.